Ik ben Leo van der Valk, 25 jaar geleden vanuit het Westland overgekomen naar Vierpolders, voor in de Putten. Samen met mijn broer Martien en de laatste paar jaar met medefirmant Peter Duivestein runnen we hier nu deze paprika kwekerij. Zeker de laatste jaren zijn de consumenten behoorlijk kritisch, dus we moeten zorgen dat we zo hygiënisch en schoon mogelijk telen. Om goed te kunnen telen moet de basis goed zijn en een van de basisbestanddelen is bassinwater. Met enige regelmaat komt Han van Ypres controleren of dat allemaal nog in de juiste lijn ligt. Als dit water vervuild is met pathogenen of met algen die verstoppingen kunnen veroorzaken, dan gaan we verderop in het irrigatiesysteem problemen krijgen en dat willen we voorkomen. Hier gaan we metingen verrichten die we op alle andere punten ook doen om uiteindelijk een conclusie te trekken van welke handelingen dat we moeten gaan verrichten. We behandelen dit water met zwavelzuur naar een pH van 6 of iets lager. En we behandelen dat water ook door Protec Koper toe te voegen om een ontsmettende werking te hebben en om celdeling van de algen tegen te gaan. Als je een goede basis hebt, dan groeit het allemaal beter. En dat is voor alle partijen goed om duurzaam te kunnen telen. Ja, en dat is allemaal waarvoor we het doen.